Hey allemaal, ik sta hier nu bij het Vin Symposium achter de schermen samen met Menno van Doren. En er is vandaag het Vin Symposium 2017 van Society met het thema Digital Happiness. Hey Menno, goedemorgen. Hey Nato. Je staat helemaal klaar volgens mij voor de start van het Vin Symposium. Ja, ik sta hier klaar. Een beetje passief, want volgens mij moet ik nu iets van elektronica krijgen voor straks. Maar we staan inderdaad achter de coulissen, maar ik ben er helemaal klaar voor. Onwijs veel zin in. Nou, super man. Nou, ja. Ik heb net al heel even de voorbereiding gezien. Het zag goed uit. Heel spannend. Ja, het is mooi geworden. Ja, maar daar weet jij meer van, hè? Daar dus, weet ik meer van. Daar weet gaan ik meer we het misschien van. Nog wel even over hebben? Zeker, zeker. Hé, hey, maar even Digital Happiness. Kun je de bezoekers al even, die dadelijk dit filmpje zien, al even kort uitleggen? Wat houdt dat thema nou precies in? Nou, kijk, het is voor ons een heel groot thema. Het is een vrolijk thema, Digital Happiness. Maar wij zijn ervan overtuigd geraakt dat het geluk van klanten, van mensen, medewerkers, de bepalende factor wordt voor succesvol zaken doen in deze eeuw. En dat zeggen wij niet alleen, maar we gaan straks onze kaderzetting doen. Ja. En we halen heel veel onderzoek aan die dat punt ook maken. Okay. Dus de mens centraal, nou, dat is positief en een mooie boodschap. Terwijl het bij ons in ons bedrijf natuurlijk altijd ook om die technologie gaat. Nou, die twee dingen die komen heel mooi bij elkaar vandaag. Met prachtige sprekers natuurlijk. Dus mensen zullen daar met veel geluk weer de zaal verlaten aan het eind van de dag? Ja, maar ik denk dat er zitten ook wel een paar schokkende dingen in. Dus ik ben ook wel een beetje gespannen, want het ongeluk en digitaal komt zeker aan de orde. Ja. Onvermijdelijk ook, omdat dat een deel is van de realiteit. Gebeurt. Dus laten we dat ook niet wegvagen. Okay. Dus daar besteden we ook aandacht aan. Nou, ik ben heel benieuwd. En ik denk dat de mensen die hier niet bij zullen zijn, uiteraard de filmpjes waarschijnlijk nog terug kunnen zien. Ja, alles wordt vastgelegd, dus we hebben camera, we gaan het ook weer delen. Dus ik zou zeggen, volg Twitter vandaag, dat zou helpen denk ik. Top. En dan kan je het al vinden. En later komen we gewoon met de filmpjes. Uiteraard. En die komen natuurlijk op society.nl. Society.nl. Dankjewel Menno. Graag gedaan, Nathan. Succes. Bye.